Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een YouTube trailer kunt instellen. Als eerste ga je naar de rechterbovenhoek, nadat je uiteraard bent ingelogd op YouTube. Je klikt op het icoontje. Mocht je meerdere kanalen hebben, dan selecteer je het kanaal waar je een YouTube trailer wilt gaan instellen. Je klikt op Creator Studio. Vervolgens klik je op Kanaal weergeven. En dan ga je naar het penseeltje hier en klik je op Kanaal navigatie bewerken. Vervolgens klik je op Inschakelen browsen. Dus je klikt op Inschakelen opslaan. En dan zie je dat er hier automatisch een video wordt geselecteerd. Nou, mocht je die nou willen wijzigen, dan klik je op voor nieuwe bezoekers. Dan klik je op het penseeltje. En dan kun je kiezen voor trailer verwijderen of trailer wijzigen. En als je dus meerdere video's hebt geüpload, kun je zeggen, nou, ik wil een ander kanaal kiezen. Je drukt op opslaan. En dan zie je gelijk dat er een nieuwe trailer is geïnstalleerd. Nou kun je hier ook nog de tekst wijzigen. Dat zou ik je wel adviseren. Deze tekst haalt die standaard bij je meta description, dus je beschrijving van je video die je hebt ingevuld. Mocht je nou nog niks hebben ingevuld, dan kun je dat bij de betreffende video uiteraard gewoon wijzigen. Dus als je dan naar Creator Studio gaat, je gaat naar videobeheer, dan ga je naar informatie en instellingen. En dan zie je dat je hier uiteraard de content kunt wijzigen. En als je die wijzigt, dan komt die ook automatisch bij je trailer te staan. Dus nogmaals, kanaal weergeven. Dan kun je op het pennetje klikken voor nieuwe bezoekers. En dan zie je dus hier trailer wijzigen en kun je een andere kiezen. Wil je nou meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode subscribe button te klikken. Of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.